Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik iets testen. Vandaag geef ik mijn eerste indruk van deze twee producten. Dit is het Saint or Sinner palet van Primark. Echt een super mooi palet. En dit zijn is het PS Brush Set. Spell on you. Ik hoor dat ze allebei nog verkrijgbaar zijn, maar ik kan jullie natuurlijk niks verzekeren. Want ik weet niet wanneer dat de collectie verandert. Bij Primark, maar ik hoop voor jullie dat ze alle twee nog in de collectie zijn. Ik ga ze allebei open doen, verpakken. Er zit een fluwelen tasje en een mooi paars opbergzakje voor je borstels. Echt heel erg fijn. Super mooi. Zo bordeaux rood. Echt heel mooi. Ik merk meteen wel dat de verpakking nogal wat weegt. Dus ik denk dat de borstels, ja, individueel zijn ze ook redelijk zwaar. Maar dat komt natuurlijk omdat het een metalen stukje is. Maar ik vind ze echt heel erg mooi. Ook het design is op elke borstel een heel klein beetje anders. En dat vind ik heel erg leuk, want daardoor lijken het echt once. Echt super mooi. Er zit zo'n fluffy kwast in. Zo'n fluffy kwast voor je crease. Een mooie applicator kwast. En een eyeliner kwast. Echt precies wat ik zoek in een kwastenset. Maar dat is echt heel erg mooi. Deze waren trouwens samen €12. En echt ideaal voor een Harry Potter make-up lover. En ik had natuurlijk iets nodig om ze te testen. En dat ik mijn aan mijn oog viel op het Saint or Sinner palet van PS Pro. Deze was €7 en is super mooi. Je kan wel zien dat de verpakking een klein beetje kapot is. Maar de rest even openmaken. Zo. Je hebt twee grote shimmery kleuren. Een houden roze. En dan drie kleintjes. Licht roze-bruinachtig. Een licht bordeauxachtige kleur. Een groene kleur. Je hebt ook nog een liquid lipstick. En ja, deze noemt Fawn. Fused Full Beam Dusk Poison Last Love. En ik vond dat ze eigenlijk een klein beetje deed denken aan zo'n Galaxy Team. Ik ga ze allemaal swatchen. Er komt niet zo heel veel pigment vanaf. Want de eerste kleur was echt super stroef. De vorm was echt heel erg stroef. Dat heb je bij de andere niet. Gelukkig. Zo, dit zijn de swatches. Het pigment is niet top. Zoals je kunt zien. De lichtste kleuren verdwijnen echt bijna volledig. En de donkere kleuren zijn wel mooi, maar ik ben niet volledig overtuigd. Ik hoop dat ze wel mooi gaan zijn op het oog. Ik wil even nog de lipstick swatchen, maar die zit echt volledig vast. De verpakking doet mij ook een beetje. Vind ik ook een heel klein beetje heel erg nonchalant.
Dat het echt in zo'n plastic zit. Dat je het er gewoon uit kan halen. Wel handig dat je het wel in een ander oogschaduwpalet kunt gaan doen. Omdat ze dus een metale ding hebben. Oeh, dat ziet er mij wel een mooie kleur uit van. Oeh, wat lipstick. Oeh ja, dit is wel echt mijn kleur, liquid lipstick. Die ruikt een beetje raar. Je hebt, ze passen wel niet echt volledig bij elkaar, de kleuren. Deze drie passen bij elkaar, maar deze twee dan weer totaal niet. Je hebt ook een basiskleur, wat je wel echt nodig hebt. Gelukkig heb ik nog genoeg andere paletten waaruit ik een basiskleur kan halen en dan ga ik beginnen. Zo, ik ben terug. Ik heb het W7 Color Me Buff palet erbij gehaald. Voor de basisdingen die ik niet heb in het Sign or Sinner palet. En ik ga beginnen met het primer van mijn ogen. Dit doe ik met de Revolution Eye Primer. Niet letten op mijn buist hier. Zo. En dan ga ik beginnen met deze borstel echt zwaar. Ik ga beginnen met deze om een basiskleur aan te brengen. Natuurlijk belangrijk dat je je make-up ergens op kan zetten. Alleen de rest van mijn oogschaduw aan. Dat al eigenlijk. Dit borsteltje voorlopig. Denk ik deze borstel erbij. Ga ik beginnen met. Spreiden van die kleur. Dit is trouwens de kleur Full Beam. Eigenlijk zou hij nog een klein beetje kleiner moeten zijn, maar zo, ja, meer puntertje, zodat ik precies er kan werken op die staande haren. Een beetje overal, elke kant. Maar voor zulke budget kost is dat zeker niet verkeerd. Dan ga ik met de kleur Dusk om een beetje meer definitie te geven. Ik
Oké, mijn kaart was net volledig vol, dus ik hoop dat we ongeveer hier waren geëindigd. Maar ik heb net de kleur flushed aangebracht op dit kwastje. Nog even aftikken. Wauw. Wauw. Ik zie er niks van. Of toch zo goed als niks. Dit is geen goed idee. Ik ga voor iets opvallender gaan. Een gewaardere combinatie. Geen idee of dat een goede combinatie zal zijn. Maar ik ga de kleur Poison aanbrengen. Is dat met die slechte pigmentatie, jongens? Nee, kijk, dit ziet er echt niet uit. Totaal niet. Nu toch bezig zijn, kan ik even goed de kleur Fawn op het andere ongelegd aanbrengen. Dan hebben we alle kleuren gezien. Wel iets meer wrijven, want hij heeft een heel rare structuur, waardoor ik niet zo heel veel op mijn kwastje krijg. Dus ik hoop dat ik nu wel iets meer. Nou. Dat is slecht oogschaduw. Oké, pigmentatie, niks, echt niet goed, totaal niet goed. Echt niet, nee. En gezien dat mijn hele ooglok toch al verpest is, ga ik wel dit kwastje nog eens testen. Is dat nu door dat kwastje dat je niks ziet of door de oogschaduw? Wat trekt zien bij deze kleur? Wauw, lekker, precies dat kwastje, echt handig. Ideaal. Ideaal kwastje. Maar de oogschaduwpalet is gewoon bol. Geen enkele kleur is echt super mooi. En de kleuren Fawn, Flushed en Poison zie je niet echt op het oog. We gaan wel nog eens de liquid lipstick proberen. Nu natuurlijk ga ik de kleuren blijven testen en misschien dat ze nog wel werkbaar zijn op andere manieren, maar we gaan deze aanbrengen. Oké, ik heb dat niet zo goed aangebracht. Eventjes corrigeren.
corrigeren van lipstick doe ik altijd met deze combi. Ik vind de kleur wel echt heel erg mooi. Hij ruikt een beetje raar. Droogt hij goed op? Dat is nog de vraag. Maar ondertussen ga ik een overal review geven. Allee, een overal eerste indruk geven van deze kosten. Mijn eerste indruk van deze kosten is echt verbazend goed. Voor Primark kwaliteit zijn ze echt fantastisch. Ze zien er super leuk uit. Zijn dat kosten van Real Techniques? Natuurlijk niet. Volgens mij gaan de haren ook iets kapot gaan. Maar vooral van deze kost. Deze is echt super precies. En ik heb echt nog bij geen ander merk zulke precieze eyeliner kwast gezien. Echt heel erg fijn. Deze is iets te lomp om echt goed te kunnen gebruiken. Deze heb ik nog niet getest. En deze vind ik wel leuk. Het enige grote nadeel is dat ze nogal zwaar zijn, waardoor ze niet zo makkelijk in de hand vallen. Het tasje erbij vind ik echt super leuk en ga ik zeker gebruiken. Het oogschaduwpalet, nee. De helft van de kleuren zie je totaal niet, alhoewel dat echt super mooi eruit ziet. En de verpakking. De kleuren brengen ze echt totaal niet mooi aan. Het doosje is ook een klein beetje van slechte kwaliteit. Net als dat eigenlijk. Dat vond ik echt super onprofessioneel. De liquid lipstick vind ik mooi. Hij droogt eigenlijk ook goed. En ik weet niet hoe lang dat hij aanblijft. Maar dat ga je nog kunnen lezen in een uitgebreide review. En als jullie deze uitgebreide review willen zien, geef dan zeker een duimpje omhoog aan deze video. Dan zal ik dat zeker voor jullie doen. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doedels!